Eindelijk weer eens het weekjournaal na de lange kerstvakantie. En ja, Aart Voppen was natuurlijk een keeperstrainer die hier jarenlang heeft gefunctioneerd. En naar behoren mag ik wel zeggen, want ik heb echt genoten van zijn keeperstrainingen. Ik stond soms al eens een half uur achter het doel. Ik denk, jee, wat een leuke oefeningen. Fantastisch. En ja, hij heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Maar uh, sinds kort hebben we een nieuwe en sinds een week. En wat voor week was dat, Sjoerd? Nou ja, als je het eind van de week bekijkt, was het natuurlijk een fantastische week. Beter kan je niet beginnen met 3-0 winst op de buurman, zo gezegd. Of 6-0 winst, sorry. Op de buurman. Dus nee, een goede indruk gekregen de eerste week. Goed niveau van de keepers. En ja, we zijn lekker opgestart. Shoot, uh, Woudenberg. Ik weet dat je zo heet. Maar kun je jezelf een beetje voorstellen en even je, je, heel kort je CV'tje zal ik doen. Nee, ik ben Sjoerd Woudenberg, 31 jaar, uh, geboren in Nieuwegein, opgegroeid in een klein dorpje daarbij in de buurt. Uh, Loop uh, Op dit moment woon samen met mijn vriendin in Arnhem. Uh, naast DVS uh, ook keeperstrainer overdag bij Go Ahead Eagles. Bij het eerste de belofte en de ANB jeugd. Uh, voor Go Ahead Eagles twee jaar gezeten bij de Ajax vrouwen. Uh, daar ook mijn keeperscoach betaald voetbal gehaald. Uh, nog even in België gezeten, een jaartje bij KV Mechelen. Tussendoor nog wat gedaan bij uh, Macedonië. Dus. Uh, ja, om er uh, iets op op te noemen. Al een hele uh, rijke carrière. Tot nu toe wel, maar uh, ja, we willen uiteindelijk natuurlijk nog stappen omhoog maken. En uh, waarom uh, koos je voor DVS? Uh, nou, ik ben gepost via de keeperstrainer van Spakenburg, Remco van Lopik. En zo is het balletje eenmaal gaan rollen. En uh, ja, na één gesprek hier heb ik uh, zo'n positieve indruk gehad van het trainen, van de rest van de technische staf. Uh, de accommodatie bekeken en de mogelijkheden. En uh, ja, alles is hier top om uh, tot optimaal resultaat te komen. Je werkt met uh, drie of uh, vier keepers. Uh, lekker? Goed uh, materiaal? Ja, heerlijk. Tuurlijk. Ze uh, zijn goed aan elkaar gewaagd. Uh, verschillende leeftijden. Uh, twee jonge keepers, één oudere keeper met Paul. Uh, ja, Daar gaan we lekker mee aan de gang om ze nog beter te maken. Uh, de keeper van uh, Go Ahead Eagles heeft de vijf om zijn oren gekregen. Uh, gaan wij dat uh, bij ons nu ook uh, allemaal meemaken of niet? <laughs> nee, maar als je bij ons kijkt, kijk, je krijgt de vijf om je oren. Uh, we staan er helemaal niet goed voor met Go Eagles, maar uh, we hebben wel de beste keeper van de Jupiler League. Als dus je merkt uh, hoeveel clubs uh, hè, er al achteraan zitten, uh, ja, die gaat zeker nog een stap omhoog maken. Dus, uh, maar dat gaat hier ook niet gebeuren. En bij Go ook niet meer. Beetje genoten van die uh, cruciale redding van uh, Paul uh, ergens in de 16e minuut? Ja, zeker cruciaal. Anders kom je 1-0 achter en uh, wordt het een totaal andere wedstrijd, denk ik. En uh, vergeet ook niet het moment, een balletje die voorgebracht wordt. Volgens mij uit de vrije trap, die hij heerlijk plukte. Ja, dan, uh, dan sta je als keeper gelijk uh, lekker in de wedstrijd natuurlijk. Ik kan je verklappen dat dat uh, zo'n keeper uh, is. Dat zijn zijn sterke punten, mag ik wel zeggen. Zijn, zijn reacties en zo. En één op één uh, situaties. En jij gaat uh, gewoon ook werken aan zijn voortzetting. Want dat uh, schort er nog wel eens aan, denk ik. We gaan werken aan alle punten. Ja. Maar de, de voortzetting, dat, dat, daar weet je van? Daar weet ik van. Daar weet Paul zelf ook van. Dat denk ik wel. Ik weet niet wat de vorige keeperstrainer met hem besproken heeft. Dan moet je natuurlijk ook kijken, Paul is al 26. Kan je een keeper van 26 nog echt optimaal leren om mee te voetballen? In mijn ogen moet je daar niet te veel aan veranderen. En moet je juist een sterke kwaliteit benutten. Uh, nou, je hebt de eerste week dus uh, uh, gehad. Uh, genieten. En uh, we hopen uh, namens alle DVS uh, TV supporters dat je nog heel veel gaat genieten hier. En dat wij ook van jou mogen genieten. Sjoerd Woudenberg. Dankjewel. Okay. Bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Okay. En de aanvoerder uh, van uh, DVS 33, uh, een beetje genoten uh, zaterdag? Ja, ik heb zeker genoten. Van de mensen om het veld, maar ook van uh, mijn medespelers in het veld. Ik denk dat het als team een, een fantastische prestatie hebben neergezet. Ja, en, en weet je wat het lekker lijkt? Dat je van achteruit zo kunt meegenieten van, van al die creativiteit voorin. Ja, je moet zorgen dat je in ieder geval je taak is uitvoert. En uh, daarna uh, kun je gaan genieten ja, van uh, wat sommige spelers laten zien op dat moment. En jullie fungeerden volgens mij ook gewoon als een geweldig, als team ook, Ja, maar dat is uh, de laatste week al zo. En uh, dat resisteert natuurlijk in hele mooie resultaten. En uh, in ook een mooi voetbal. En, ik, ik moet ook zeggen dat ik jou zie groeien. Niet alleen als aanvoerder, maar uh, ook uh, in het uh, spelletje zelf. Heerlijk, die positie daar. En daarvoor ben je bij deze club gekomen, dacht ik, Dennis, of niet? Ja, ik denk dat ik uh, een moeizame start heb gehad uh, met een schorsing. En uh, ja, dan wordt het lastiger en dan moet je je weer bewijzen. En, uh, en de laatste weken gaat lekker. En uh, daar kan ik ook wat meer uh, inbrengen voor het team. En uh, uiteindelijk is het ook lekker dat het team goed raait. Wat is nou die, die, die typische woord voor, de, voor sport, en topsport? chemie, team, teambelang? Hoe, hoe ontstaat zoiets? Ja, hoe ontstaat zoiets? Ik denk dat je, we hebben natuurlijk in het begin best wel wat uh, verschillende opstellingen gehad, veel wisselingen gehad. En uh, de laatste weken zie je toch dat er meer vastheden in komt. Dat je elkaar toch wat meer uh, begrijpt en wanneer je uh, kan aanvullen in het veld. Ja, en uh, in, ons, in het 4v2 uh, ligt ons op dit moment wel. Maar ook meer reageren naar elkaar toe in de, in de voorbereiding en in, in het hele proces, in de, bij de trainingen? Nou, ik denk dat je sowieso weet dat je met z'n allen wil bereiken. En uh, dat we dat uiteindelijk kunnen terugbetalen op het veld. En, uh, daarom zie je mooie resultaten en ik denk dat we dat ook verdienen. En ik denk dat we voetballend uh, wellicht een van de beste ploegen zijn in deze competitie. Ja, en Dat vond uh, Christian uh, van Husse uh, ook al uh, heel vreemd genoeg uh, in die wedstrijd waarin IJsselmeer volgens met 6-1 won van DVS. Uh, vertelde hij dat hij het eerste half uur zo genoten had van uh, DVS dat hij daar eigenlijk best wel bij zou willen spelen. En nu zit hij er volgend jaar ook bij. Ja, dat zei hij vorig jaar al toen ik uh, hier naartoe ging, dat ik het bekend maakte. Toen zei hij ook meteen uh, van uh, als er een club is waar ik zelf heen wil, is naar DVS. En uh, hopen dat jij er volgend jaar ook nog steeds uh, bij zit. Hè? Want je bent nog uh, hartstikke jong en frivol. Ja, ik ben hartstikke jong. Ik ben de open van het team, en dat maakt niet uit. Uh, ik ben fit en uh, dat is het belangrijkste. En uh, ik ben uh, op dit moment uh, weinig blessures. Dat is natuurlijk ook een voordeel. Als je alleen maar aan de, aan de zijkant moet zitten, dan uh, ga je toch over nadenken om te gaan stoppen. Maar uh, dat is bij mij nog niet aan de, aan de orde, laat ik het zo zeggen. Laatste drie cijfers. Ik weet niet of je ernaar kijkt door naar die spelersklassement. Maar er waren wel 7, 7, 8. En dat geeft toch wel aan dat je ja, dat je er echt staat. Ja, dat, dat is denk ik nog het minst belangrijk. Ik denk dat het belangrijkste is dat we als team het beste laten zien. En dat doen we dan met z'n allen. En dan kun je als individu ook steeds beter presteren. Met z'n allen, dat, dat zul je, denk ik, tegen die harekieten ook zeker moeten doen. Echt een wedstrijdje voor jou, heb ik zo het idee, Dennis. Ik denk dat we de wel wat anders uh, moeten gaan spelen daar. Het is een slecht veld. Het wordt dressig en uh, hun gaan erop klappen. En uh, dan moeten wij toch laten zien dat wij het uh, op, de, op die manier ook kunnen. En uh, dan wordt er weer wat anders van ons gevraagd. En uh, daar gaan we nu naartoe werken deze week. We hebben meestal een enorm uh, hoog intelligentieniveau, heb ik uh, zo het idee. Ja, maar uh, uiteindelijk uh, gaat het erom uh, dat het zaterdag om knokken gaat en niet om intelligentie altijd. Die, dat is, die samensmelting denk ik. Ja, misschien wel. We zullen het zien. Uh, heel veel we succes uh, aanvoeren. Dat is goed, dankjewel. Okay.